De Surinaamse ontwikkeling innovatieve landbouw, SOIL, wil de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en de gemeenschap van Marowijnen in het bijzonder bewust maken over de mogelijkheden die er zijn in de landbouw. In dit kader organiseert zij in samenwerking met de Technische Universiteit Delft een Agri- en Foodbeurs de Mungo. Ruben Wiersma, student van TU Delft, vertelt wat er allemaal te zien en te doen is tijdens deze beurs. De Marowijnen Agri- en Foodbeurs komen eigenlijk heel veel standjes. Er komen verschillende mensen die uitleg gaan geven over agri- en food, over landbouw. Tijdens de beurs zullen in de ochtend presentaties zijn van onder andere ADEC en PDC, maar ook de Baronschool. Daarnaast zal aanwezig zijn de districtscommissaris van Marowijnen. Is de minister van Landbouw er, minister Algu. En in de middag komen er verschillende bedrijven die hun producten laten zien. Waar mensen ook langs kunnen komen om te kijken wat er allemaal gebeurt op het gebied van landbouw en agri- en food in Marowijnen. De SOIL is al een aantal jaren bezig met projecten in Marowijnen. De projecten zijn meer gericht om de mensen bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn in de landbouw. De stichting heeft dan ook steun gevraagd, meer in de vorm van kennis. Die ondersteuning krijgt de stichting van TU Delft in Nederland. Elk jaar komen er studenten om stage te lopen en projecten te schrijven. De kennis die de universiteit deelt met SOIL vertelt Wiersma meer over. De TU Delft is samen met SOIL een aantal jaren bezig om het gebruik van kassen te onderzoeken. Vorig jaar is er een groepje geweest die heeft een kas gebouwd in Mungo bij boer Hendrik Pinas. En wij zijn dit jaar bezig met onderzoek naar landbouwkassen in Mungo, maar ook in heel Suriname. We hebben inderdaad een onderzoeksperiode gehad hier in Suriname. We zijn 4 tot 5 weken bezig geweest. En daarin hebben we 23 boeren gesproken met 41 kassen. En totaal is dat zo'n 1,5 hectare aan kassenland. Volgens een ander onderzoek van het LVV is dat ongeveer de helft van alle kassen die in Suriname zijn. En al die kennis gebruiken we om ten eerste te verspreiden naar boeren, maar ook om een eigen nieuw kasontwerp te maken dat geschikt zal zijn voor Suriname. Ruben Wiersma, student aan de Technische Universiteit Delft. De studenten, hun stageperiode is 3 maanden. Ze zijn verder bezig met het ontwerpen van een kennisplatform waar er informatie wordt gedeeld over kassen en landbouw. De Agri- en Foodbeurs wordt op 19 januari gehouden in de recreatiezaal te Mungo.